think Bono once said it very nice. When I saw my first picture from Anton, I tried to become one day like I looked in the picture. Magic, magic. Ik heb ooit een video-installatie gemaakt voor de kunsthal in Rotterdam. Dat was in verband met een project over straatkinderen. En hij opende die tentoonstelling en toen hebben we elkaar leren kennen. Op het moment dat ik naar Londen ging verhuizen, 4 jaar geleden, verhuisde hij net van Londen naar Nederland. En toen zijn we eigenlijk opnieuw bevriend geraakt en toen heeft hij mij Londen laten zien. Op dat moment waren er mensen die een documentaire over hem hadden gemaakt. En toen vroeg hij aan mij wat ik ervan vond. En toen zei ik, nou, ik vind het niet echt geweldig, er ontbreekt een normaal gesprek met jou. En toen hebben we dat gesprek opgenomen en eigenlijk vanuit dat ene gesprek is deze film geboren. Ik wilde gewoon weten wie is deze man en hoe functioneert hij en hoe kijkt hij en hoe loopt hij en waar let hij op en hoe gaat hij met mensen om en wat zijn zijn strugglingen. Hij bemoeide zich absoluut af en toe met cameravoering en in het begin was ik dan heel geïrriteerd, want ik had zoiets van ja zeg, sodemiet op, dat is mijn werk. Maar op een gegeven moment is dat ook wel weer tot een soort ontspanning gekomen, denk ik. En dacht ik ook, ja, het is eigenlijk ben ik heel benieuwd wat hij ervan vindt en hoe zou hij dat vinden. Maar ik denk dat ik van nature ben ik vrij eigenwijs en laat ik me niet door iemand vertellen hoe ik iets moet doen. Maar ik denk ook dat ik gaandeweg het proces, doordat er een soort vertrouwen komt, heb ik mezelf ook veel meer opengesteld. En ben ik denk ik ook veel meer gaan luisteren naar hoe hij dingen ziet. En dat vind ik juist heel interessant. Door hem heb ik denk ik veel meer vorm leren waarderen en ben ik veel meer gaan kijken in plaats van gaan denken. Ja, ik denk dat het voor mij zo heeft gewerkt dat die muziek zoveel begon te betekenen in mijn leven dat ik heel graag onderdeel van die wereld wilde worden. Ik weet nog wel dat we samen naar een concert gingen van Arcade Fire. Toen we naar dat concert gingen, toen dacht ik, oh ja, zo verschillend zijn wij. Want hij was ontzettend geïrriteerd door mij dat ik door dat concert heen praat. Omdat ik heel erg alleen maar keek naar de mensen die naar zo'n concert gaan. Want dat vond ik eigenlijk het meest interessant om te observeren. Wie gaat er nou naar zo'n concert en wat doet het met die mensen? Terwijl hij alleen maar naar die muziek wilde luisteren. Dus toen kregen we een soort ruzie. Omdat we dus allebei een hele andere... Ja, we kijken heel anders naar de wereld om ons heen. Nou, hij heeft eerst een rough cut gezien en toen was zijn reactie positief. Van, ik vind het een heel mooi werk, maar uiteindelijk het blijft jouw interpretatie. Hij vond dat ik hem heel erg als een eenzame man had geportretteerd, waarvan hij voelt dat dat niet altijd waar is, want hij heeft vrienden en noem maar op. En dat is ook zo. Hij heeft ook heel veel vrienden en heel veel kennissen. Maar ik zie hem heel erg, zoals ik hem heb leren kennen, als een loner. Dat zie ik en voel ik in hem. En dat vind ik ook het interessante aan hem, heel eerlijk gezegd. Omdat ik heel erg het tegenovergestelde ben.